Deze groep mensen veroorzaakt ontzettend veel overlast in het stadscentrum. Variërend van bedelen tot het lastigvallen van winkelend publiek eh, of zelfs het openlijk gebruik van verdovende middelen. De gemeente is op de hoogte van deze problemen, maar kiest er vervolgens aan om geen structurele oplossing te kiezen. maar het probleem te verplaatsen naar ons stadsdeel Almerepoort. Bij Domus vangt het leger er zelfs verslaafden op die psychische zorg nodig hebben. Initiatiefnemer van de petitie Leslie van Hilton is fel tegen de komst van domers naar een Poort. De plek waar het college nu denkt dat het de juiste plek is, is op een paar honderd meter van verschillende scholen. Aan een druk gebruikt fietspad waar veel scholieren gebruik van maken. Op steenworpafstand van Nieuw Brooklyn, een nieuwe wijk die gebouwd gaat worden. En de playground die door alle kinderen in Almere Poort gebruikt worden. De verslaafden worden nu opgevangen aan de spoordreven in Almere Stad. In de afgelopen jaren hebben voornamelijk bewoners van het centrum en ondernemers bij de Schoutstraat en de Marktmeesterstraat er last van. Daarop heeft de Raad ingestemd met de verhuizing naar Almere Poort. Desondanks verwacht van Hilton dat zij de verhuizing alsnog kunnen tegenhouden. Volgens mij is er zeker kans om dit besluit terug te draaien. Het besluit is genomen door de vorige gemeenteraad. Uh, er zit nu inmiddels een nieuwe gemeenteraad en volgens mij staat het dan iedere burger vrij om een onderwerp aan te kaarten en kan de huidige gemeenteraad anders besluiten. Het onderwerp staat donderdagavond op de agenda bij de politieke markt.